Chloe, Noma. Hallo. Alles goed? Ja, met jou? Ja, ook goed. Hoe je het vinden? Zeker. Ja, wat gaan we doen? We gaan naar Sopiar, het PR-bureau wat mij vaak kleding leent. En vanavond gaan we even kijken wat we kunnen aandoen voor vanavond, voor Elite. Hoe is het? Goed, met jou schat? Goed. Ja? Ja. Goed, met jou? Eentje, Elite is wel een beetje... natuurlijk wel even een leuk jurkje of zo. Ja? Vriendinnen geworden vandaag. Ja, nee, maar zij is op zoek naar nieuwe vrienden. Oh! Ja. Dus, en ik ga dat op haar testen. Of wij vriendinnen kunnen zijn. Of ze kan vriendinnen zijn met een fashion blogger. Ja. Vind je leuk? Gewoon lekker kleren uitzoeken. Naar evenementen gaan. Maar ik vind het gewoon ook wel gezellig met jou als altijd. Ja, en doen we altijd een beetje bijkletsen. En dan zegt ze, nou die top is ook leuk. En, nee, is het ook nee, niet. Als vriendin zeg ik, je ziet er prachtig uit. Ja? Ja. Okay. Ik zal het eerlijk zeggen. Oké, okay, jij bent meer geswitcht. Ik heb nog steeds wel dezelfde outfit. Dus... die. Op dit outfitje. Ja, maar ik kan ook gewoon... Wel gedoe hoor, al die kleding. Wat leuk, hier. Ja? Maar wel hysterisch. Hysterisch, maar ja. Ik zeg gewoon altijd wat ik denk, dus ja. Of je deelt ermee of niet. Okay. Ik merk in mijn gesprekken altijd dat ik heel snel van, oh dan wil ik dit nog vertellen of dit. En dan moet ik wel een beetje, ja. Nou, laat zij ook iemand dat tegen mij. Die werd wel een beetje gek. Ik kan wel veel regelen, denk ik, ja. Ja, maar je hebt ook goed eten. Ja. Maar... hoe doe je dat? Leer het maar. Connecties. En wat doe je heel dan veel praten. En we moeten niks natuurlijk. In het leven hoef je niks, hè? Nee. Nee. Behalve belasting betalen. Dat niet doet, dan... Nou... een beetje overdressed en underdressed. Nou, ik vind het gewoon lekker gek. Eigenlijk ken niet heel veel mensen die net zo gek zijn als ik eigenlijk. Dat je gewoon nooit in hoeft te houden en gewoon lekker... lekker nachts kan bellen, want ik wil natuurlijk leven. Nou, ik heb net gehoord dat jij sinds kort je telefoon op een meter afstand legt. Zodat je dan beter slaapt. Dus voor de toekomst weet ik het niet. Nee, maar over het algemeen... Op het begin... zou je denken, echt wat een tut. Maar het is echt zo'n toffe chick. Echt, ze heeft gewoon echt schijt aan alles. En ze is gewoon bloedeerlijk. Ja, girl. Vind je het gezellig? Tot nu toe. Ja, het wordt steeds leuker. Ja, het wordt steeds hechter vriendschap, denk ik. Hallo. Ik voel me echt heel charming, jongen. Blogger Chloe zit natuurlijk naar de telefoon. Oeh, daar was hij. Oepsie. Heerlijk, die laatste. Dat was het dan, hè? Ja, wat een leuk van Chloe te zeggen. Ze is overal. Ja, dat is het. Ze is overal. Jij wil ook alles weten, hè? Ja, hè? Ja, ze is wel nieuwsgierig. Dit is Chloe Ster. Socialize, baby. Nee hoor. Zolang het minder lang dan 2 uur duurt, heb ik het er nog voor over. Nee hoor, het is een schatje. Hoort ja, erbij. Het is een schat, maar je wil niet zeggen volgens mij dat dit vervelend kan zijn. Nou, dit kan af en toe wel eens irritant zijn. Maar goed. Ja, ik vond het best leuk met je eigenlijk. Ja, ik vind je echt een hysterisch mens. Maar wel in een positieve zin. Oh, ik heb me leuk. Echt zo erg vermaakt. Ik heb echt om je gelachen. Okay. En ik dacht echt dat je meer een tutje zou zijn. Niet, of... serious? Je bent wel een beetje een diva. Eerlijk is eerlijk. Nou. Maar wel echt een hele maar leuke. Maar je fiets wel, hè? Ja, je fietst wel. Ja. Maar bij deze wil ik zeggen, ik wil vaker met jou op stap. Oh. Want ik heb echt veel lol gehad.